Gewoon maar eventjes de chat toch wel eventjes testen. Dank u wel. Vlaanderen breed. Oké, ik ben Wendy en ik ben begeleider bij de organisatie JAPO. Wij zijn gespecialiseerd in educatie, duurzame ontwikkeling. En ik wil jullie vandaag meenemen in het verhaal van een school dat ik begeleid in mijn regio. Een school die heel graag, eigenlijk vorig jaar zal ik maar zeggen, de nood voelde om hun leerlingenparticipatie een stukje te herbekijken. Ze hadden er met een kritisch oog naar gekeken en hadden zoiets van, het loopt niet altijd hoe wij het willen. En zij zijn eigenlijk naar een nieuwe manier van werken aan het doorgroeien. Nu, ik vertel er ook al eventjes bij dat het verhaal dat ik jullie vertel, dat ik daar pas bij betrokken ben vanaf midden dit schooljaar. Met andere woorden, wat er aan vooraf gegaan is, ga ik jullie vertellen. Maar dat is een verhaal natuurlijk dat ik jullie vertel en niet de betrokken leerkracht of directie. Maar ik probeer jullie vandaag zo goed mogelijk mee te nemen in hun manier om leerlingen meer te laten participeren op de school. Nu, ik ga beginnen met een korte check-in. En daarvoor mogen jullie op jullie gsm naar de website Slido gaan. Deze ga ik eventjes sluiten. Slido en... Oh, voilà. Wacht eventjes... Even mijn pagina moeten refreshen. Ja. Zo dadelijk gaan jullie een code krijgen. Maar ik merk dat... Nee, dat is dan... Van daarnet. Zo. Voilà. Dat zal beter zijn. Voilà. Jullie mogen als code ingeven hashtag 333195 of de QR-code scannen. En ik wil jullie graag eventjes vragen. Ja, corona, het houdt ons al enige tijd in zijn greep. Rond welk deelaspect van de huidige pandemie zou u, mocht dat kunnen, graag mee rond de tafel zitten in ons land? Oké, ik zie ondertussen drie deelnemers. Ja, ik zie dat de meerderheid zegt van oké, ik zou liefst rond de tafel meezitten omtrent de leerachterstand in het onderwijs. Anderzijds ook de versoepeling in de cultuursector. En dan wil ik jullie... graag vragen om... Ja, dat zal ik waarschijnlijk dan ook hier nog moeten... om jullie al eens te laten nadenken, waarom specifiek
rond dit deelaspect. Ja. Ja, waarom wil je specifiek rond dit deelaspect nee nadenken? Belang van verschillende perspectieven, context, belang van beleving, van cultuur. De affiniteit wellicht ook, die je wellicht zelf ook voelt met cultuur. Oké. Nu, ja, ik stel jullie deze vragen niet zomaar, want het brengt mij bij het verhaal. Oei, en ik. Ja, het brengt mij bij het verhaal eigenlijk van de school in Beke, een Oost-Vlaamse school, die ook zoiets had van: ja, is het altijd nodig dat kinderen. Ja, dat ze eigenlijk hetgeen waar ze het meest over weten, of dingen, dat ze eigenlijk altijd daarover gaan meedenken. Of is het misschien net heel boeiend om iets waar je misschien op het eerste zicht nog minder over weet, om daar net ook over te gaan deelnemen op de school. Ik kom daar straks eventjes op terug. Maar het brengt mij bij het verhaal dat zij momenteel aan het doorlopen zijn. We spreken bij hun school van leerlingenparticipatie 2.0. Aangezien zij vroeger, en bedoel dan de laatste jaren, op een bepaalde manier leerlingen echt een stem gaven op de school. Maar waarbij ze eigenlijk nu aan het evolueren zijn naar een andere vorm, waarin ze ook burgerparticipatie, de elementen van burgerparticipatie in meenemen. Nu, wie is wie? Eigenlijk is het de school natuurlijk die het initiatief nam om omtrent deze vernieuwing die ze willen doorstaan, om een partner onder de arm te nemen. En meer bepaald zijn het vooral de twee trekkersleerkrachten, Fien en Anne, die samen met de directie zoiets hadden van: oké, kijk, wij willen heel graag onze leerlingenparticipatie versterken en daar ook wel het volledige team vooral in mee hebben, de leerlingen en ook de ouders. En het is hun proces, maar het is een proces dat zij meehelpen begeleiden door ons als JAPO. Nu, wie is JAPO? Wij zijn een referentiecentrum voor educatie voor duurzame ontwikkeling. En met onze werking beogen wij om kinderen en jongeren bewuste keuzes te leren maken voor een duurzame samenleving. Onze aanpak. Wij gaan op een heel participatieve manier aan de slag met de scholen. Wij vertrekken vanuit de sterktes van de leerkracht. We passen daarbij het teach the teacher principe toe. En gaan vooral ook in onderwijs dat wij eigenlijk, dat in ons DNA zit, zal ik maar zeggen. We werken rond educatie voor duurzame ontwikkeling via denkonderwijs. Om op die manier echt meer impact te hebben op de werking van scholen. Nu, voor ik jullie meeneem eigenlijk een beetje in de geschiedenis van de school, van de oudere werking naar de nieuwere werking, wil ik jullie vragen om nog eventjes terug naar Slido te gaan. En ook al zijn jullie wellicht al heel gekend met deze begrippen, om ze toch nog eventjes onder de loep te nemen naar aanleiding van wat we zo dadelijk zullen bespreken. Waarbij mijn eerste vraag is: wat zijn voor jou de drie belangrijkste kenmerken van leerlingeninitiatief? En
Als volgende vraag, wat zijn voor jou de drie belangrijkste kenmerken van leerlingenparticipatie? Ja, voilà. Ik trek ze bewust eventjes uit elkaar, omdat het toch wel veel vertelt over hoe de school vroeger aan de slag ging en waar bij kleuter- of lager onderwijs de focus lag. Maar ook gerust in de chat, voor wie de app niet gebruikt. Wat zijn voor jou de drie belangrijkste kenmerken van leerlingeninitiatief? Onbevangenheid, creativiteit. Zelf mogen, ja. Oké. En dan leerlingenparticipatie. Drie belangrijkste eigenschappen voor jullie rond leerlingenparticipatie, mee mogen. Stem hebben, stem krijgen. Ja. Dank u wel. Ik vraag ze bewust eventjes apart, omdat het eigenlijk veel vertelt, ja, dus over het parcours, over het beginparcours van de school, waarbij oorspronkelijk, enkele jaren geleden, in de kleuterklas werd gestart met een talentenklas. Een talentenklas die eigenlijk vooral beoogde om eigenlijk vooral leerlingen meer initiatief te laten nemen en leerlingen meer echt, zoals jullie het zeiden, vanuit hun eigen betrokkenheid, vanuit, ja, we mogen mee beslissen, we mogen eigenlijk onze eigen interesses, mogen daar, daar ons in gaan verdiepen, om daar meer rond te gaan werken. Ja, talenten leren kennen, beoogden zij daarmee meer betrokkenheid van de kinderen. Waarbij de kinderen eigenlijk op voorhand in de klas aangaven waarom ze eigenlijk heel graag iets wilden leren. Zij bepaalden dat volledig zelf. Zij gingen eigenlijk ook gaan kiezen van oké, wil ik dit alleen doen, wil ik dat samen met anderen doen? En gingen voor die activiteiten uit de klas. Was niet voor de peuters, maar was voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met de derde kleuterklas, met als doel dus eigenlijk die talenten te leren kennen en vooral in te gaan van oké, kijk, wat willen jullie hier nu echt wel gaan bijleren? Meer echt ook het initiatief zelf bij leerlingen verhogen. Terwijl in de lagere school, net zoals op veel andere lagere scholen, een leerlingenparlement was. Een parlement waarbij men kinderen liet kennismaken met de democratie, verkiezingen organiseerde, kandidaatstelling, programma voorop stellen. En waarbij de samenkomst van dat leerlingenparlement bedoel ik, dat onder de middag gebeurde. Vorig schooljaar zijn ze
die manier van werken zo wel een beetje onder de loep beginnen nemen en eens gaan oplijsten van oké, wat zijn nu de sterktes, wat zijn nu de, ja, de pijnpunten van deze twee manieren van werken. Op ja, het systeem van de talentenklas zaten heel veel interessante aspecten aan. Ze hadden een bepaalde structuur die werd gebruikt, waarbij ja, het coachend leren, waarbij ze zich vooral daarin hadden verdiept en daar elementen van meenamen in de manier van begeleiden en waarbij natuurlijk ook het leerlingenparlement heel wat zaken samen met kinderen had verwezenlijkt. Maar, zoals ik zei, waren er ook pijnpunten. En daardoor zijn ze gaan nadenken van, ja, wat is nu de meerwaarde? Of wat zou een reden zijn om in te zetten op een andere manier van leerlingenparticipatie. En ze zeiden van ja, een heel belangrijke reden voor ons is dat vaak ja, dezelfde kinderen aan bod komen. Het zijn vaak meer de mondige kinderen die verkozen worden. Kinderen die ja, een hoge status in de klas hebben. Waardoor men eigenlijk had dat andere kinderen van de klas zich na verloop van tijd doorheen het schooljaar ja, zich nog weinig betrokken voelden. Ja, ze leerden ergens ook minder van ja, het nadenken over die ideeën, over ja, zich verdiepen in de thema's waar rond ze ideeën zou bedenken. Dus ze vonden het een beetje een gemiste kans, waardoor ze zoiets hadden van oké, misschien is het interessant om het over een andere boeg te gooien. Zijn ze gaan nadenken van wat zouden de succesfactoren zijn? Wat zou er motiverend zijn en wat zou ervoor kunnen zorgen dat als we het op een andere manier aanpakken, dat we toch niet verder geraken, dat het toch ja, misschien ja, pijnpunten blijft behouden die er nu ook al zijn. Nu, inzetten op interesses en op hun leefwereld, dat aspect was natuurlijk iets om te behouden, maar een belangrijke factor voor hen was om echt ja, de afgevaardigden van de klas sneller te gaan, om daarin sneller te gaan wisselen. Kinderen worden vanaf dit schooljaar niet verkozen bij het begin van het schooljaar voor een volledig schooljaar, maar kinderen gaan echt per project gaan aangeven van kijk, wil ik hierbij deelnemen, wil ik mij hierin meer gaan verdiepen, wil ik daar rond een trekkende rol nemen op de school. Ja, jongere en oudere kinderen waren voordien ja, waren eigenlijk sterk gescheiden. De talentenklas behandelde volledig andere onderwerpen dan natuurlijk het leerlingenparlement. En men had zoiets van, ah, misschien is het wel interessant om in de werkplaats, dat is de naam dat ze er nu aan geven, om zowel kinderen af te vaardigen van de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. De leerlingen ja, zelf eigenaar te laten zijn door echt zelf onder begeleiding opzoekwerk te doen, afspraken te maken, te evalueren en bij te sturen. Iets waar ze natuurlijk binnen de leerlingenparticipatie ook met die trekkende leerlingen ook al beoogden, maar waarbij ze nu vooral willen bekomen dat de trekkende kinderen eigenlijk hun klasgenoten ook wel een stukje gaan meenemen. En dat ook echt wel daar een stappenplan in te gaan opbouwen met de trekkende leerkrachten. De leerkrachten hebben zich vorig jaar ook heel sterk verdiept in ja, het coachend leren, om ook echt die aspecten meer op te nemen in hun werking. Ze hadden zoiets van, oké, wat zou ervoor zorgen dat wij niet verder geraken? Waarbij ze merkten van, ja, het aspect van onder de middag, dat zowel voor leerkrachten als leerlingen minder motiverend was. Ze merkten doorheen het schooljaar dat kinderen hun motivatiestukje verloren, omdat het tijdens die middagpauze viel. Maar ook leerkrachten was het niet altijd evident. Waardoor de school er nu resoluut voor gekozen heeft om zorguren echt te gaan inzetten voor
het werkplaatsleren, om kinderen daarin de kans te geven om echt te gaan samenwerken en van elkaar te leren op een onderzoekende en ontwerpende manier tijdens de reguliere lestijden. Na wat denkwerk zijn zij gaan kijken van oké, welke aanpak is, kan werken bij wat wij voor ogen hebben. En daarvoor zijn ze te raden gegaan bij een partner van een van de leerkrachten die heel sterk met burgerparticipatie bezig is, met burgerpanels, met burgerraden, waarbij ze zoiets hadden van ja, de elementen van een burgerraad, waarbij met loting wordt bepaald welke burgers de kans krijgen om mee te denken over een bepaald thema, om eigenlijk dat ook te gaan installeren op de school. Om er zo toe te komen dat kinderen ook misschien wel eens openheid bieden om ook thema's waar ze nog minder mee vertrouwd zijn of waar ze nog minder van weten, of misschien op het eerste zicht misschien niet zo voor zouden kiezen, om hen misschien daar ook wel in te gaan stimuleren van kijk, als je daar rond gaat werken, ga je er meer over weten en ga je eigenlijk misschien ook wel daar meer, is het fijner om daar ook echt rond te gaan participeren op de school. Kinderen worden daarin natuurlijk niet verplicht, maar zij zullen wel echt door loting de kans krijgen om rond een bepaald thema te gaan werken. Nu, het is zo dat zij per trimester heel graag een bepaald thema in de focus willen plaatsen. Wat zij dit schooljaar naar twee thema's hebben verminderd. Enerzijds door corona, maar anderzijds ook om zichzelf echt de kans te geven om het werkplaatsleren, zoals ze het noemen, om zich daar echt wel daar meer richting aan te geven en meer te verdiepen van oké, hoe kunnen wij dit nu gaan aanpakken, zodat we kunnen werken met kinderen van zowel derde, kleuterklas, eerste, tweede als derde graad. Dit is hier een interview dat afgenomen werd van de directie, waarbij zij ook zei van ja, we hebben één semester nu al gewerkt op deze manier. Kinderen hebben in het eerste semester rond de Sint gewerkt en hebben eigenlijk toegeleefd naar een moment dat ze volledig zelf hebben vormgegeven rond de komst van de Sint. En zij hebben eigenlijk ook gemerkt dat de manier van werken in die werkplaats zeer effectief was om niet alleen de kinderen in die werkplaats zich betrokken te laten voelen, maar ook de kinderen in de klas. Op welke manier hebben zij dat gedaan? Zij gingen eigenlijk eerst denkmomenten gaan doen met kinderen in die werkplaats en die kinderen werden dan voorbereid om hun eigen klas enerzijds inhoudelijk te brieven als er iets inhoudelijk moest verteld worden, maar vooral eigenlijk ook de kinderen in hun klas mee te laten nadenken, mee te laten stemmen, mee te laten ideeën bedenken, om hen daarin te versterken. Waarbij ze nu ook echt al gemerkt hebben van het feit dat ze het tijdens de reguliere lestijden gelegd hebben en niet tijdens de middagpauze, dat echt wel geen moment tijdverlies al geweest is, omdat ze natuurlijk ook echt wel aan heel wat doelstellingen werken op die manier. En ook de kinderen ook veel meer betrokken zien en de volledige school. Dit schooljaar is voor hen echt wel een schooljaar waarin dat ze eigenlijk vooral echt lerende zijn, vooral ook zoekende zijn en waarbij ze hadden van oké, wij hebben al heel sterke aspecten
waar we rond werkten, allez, hoe we werkten in de talentenklas, maar ook bij onze gewoon leerlingenparlement. Laat ons dit behouden, laat ons die didactische bagage meenemen, onze ervaringen ook benutten, maar we voelen echt dat we onze aanpak een heel stuk kunnen gaan versterken. Ja, zeker ook omdat de variëteit van doelgroepen en leeftijden groter is en dus het is ook een beetje complexer maakt. Ze zijn ook de noden gaan benoemen, waarbij ze zeiden van hoe kunnen we ertoe komen dat alle onderwerpen in de toekomst volledig bepaald worden door de leerlingen. Wat in het leerlingenparlement niet altijd zo was. Soms was het ook wel zo dat bepaalde items naar voren werden geschoven vanuit het leerkrachtenteam. Nu dit schooljaar, omdat de werkplaats startende is, hebben zij zelf de twee focusprojecten bepaald. Maar vanaf volgend schooljaar willen zij effectief de onderwerpen volledig uit de kinderen laten komen. En dan was er ook een bijkomende vraag. Ze voelden ook bij de leerlingen dat er meer en meer echt wel interesse is om te werken rond thema's die passen binnen duurzame ontwikkeling. En daarbij hadden ze zoiets van, die thema's zijn toch wel andere thema's dan bijvoorbeeld een Sintfeest of iets dergelijks te gaan organiseren. Hoe kunnen wij nu eigenlijk aan de slag gaan rond die duurzaamheidsthema's? En op basis van ervaringen en het proces dat we dit jaar doorlopen, willen zij toch wel echt heel graag ook die nieuwe inzichten gaan meenemen in hun visie, om die visie ook verder te versterken. Ze hadden het gevoel van oké, dat is hier toch iets wat we moeilijk volledig zelf onze weg in vinden. Dus een partner onder de arm. Zo zijn ze bij JAPO terechtgekomen en voelden zij al snel van een traject met vaste stappen van A tot Z was voor hen minder weggelegd, maar eerder een procesbegeleiding waarbij naar gelang de noden op het pad toch wel ook nog een zijspoor kan genomen worden. Interessant daarbij is dat we de school echt wel als een systemisch geheel gaan benaderen, dat we volledig kiezen voor een participatieve aanpak en dat we ook echt wel gaan voor een co-creatie, een co-creatieve aanpak waarbij het volledige team echt wel betrokken is en wij als JAPO, als begeleider, als facilitator aan de slag gaan, maar eigenlijk hen het denkwerk laten doen. Die acties, wat hebben wij dit schooljaar doorlopen? We zijn eigenlijk gaan dromen, maar we zijn ook gaan kijken van acties die tot nu toe op de school tot stand kwamen. Welk soort acties zijn dat? Daar waren acties uiteraard bij waar kinderen veel inbrengen hadden, maar bij verschillende van die acties was het ook zo dat het acties zijn die toch wel een stuk ontstaan waren vanuit de leerkrachten, vanuit de klasleerkracht of zelfs gewoon vanuit de gemeente, de zwerfvuilactie. Waarbij we gaan kijken zijn van wat zijn de sterktes van hoe het nu wordt aangepakt en waar kunnen we misschien toch wel meer komen tot wat actiegericht werken echt inhoudt. We zijn gaan nadenken van actiecompetentie opbouwen bij kinderen. Wat betekent dat nu eigenlijk? Wat betekent dat voor ons als team? Wat betekent dat voor de kinderen zelf? De kinderen zelf zijn daar ook in bevraagd geweest. Om dan eigenlijk ook echt te gaan kijken van jongeren of kinderen de actie laten uitvoeren. Dit is niet echt het actiegericht werken. We willen kinderen echt actiecompetent maken door hen volledig zelf het onderzoek te laten doen.
die werkplaats de trekkende kinderen zijn en hun eigen klasgenoten daar ook wel echt in meenemen. Ze gaan dan eigenlijk met ideeën naar de klas. De kinderen denken daar dan verder over na. De kinderen gaan ook, de klas wordt er ook bij betrokken om dan echt te gaan stemmen. Om dan eigenlijk de actie uiteindelijk op maat van hun eigen klas te gaan uitwerken en ook te gaan uitvoeren. De vragen rezen natuurlijk van, hebben we inzicht in het onderwerp waarin we iets willen teweegbrengen? Willen we het eigenlijk wel? Willen we daar echt wel actie in ondernemen? En wat kunnen we precies doen om daar actie te ondernemen? In dit geval was dat bij de thematiek rond afval en consumenteren. Want dat was de keuze die de school voor het tweede deel van het schooljaar had gemaakt. En eigenlijk zeiden ze direct van, eigenlijk kunnen wij niet aan de kinderen opdragen van, we gaan hier rond een actie gaan bedenken, als we niet eerst echt dat inzicht bij die kinderen gaan vergroten. Waarbij dan ook de garantie er was van merken wij dat eens het inzicht vergroot is, de kinderen kiezen van eigenlijk wensen wij hier niet echt een actie in te gaan doen op onze school, dat dit voor hen eigenlijk ook echt wel een resultaat zou kunnen zijn. Nu... het team is zich gaan verdiepen in onze projectontwerper om echt wel te gaan kijken van kinderen gaan nadenken over een heel complex duurzaamheidsvraagstuk, afval, consumeren. Zeker ook voor jonge kinderen een heel complex vraagstuk. Om eigenlijk te gaan kijken van wat houdt dat in? Dat te gaan verkennen. Maar daar ook echt wel uit te gaan filteren van welk deelaspect van dat complexe vraagstuk, waar willen wij ons echt wel sterker in gaan verdiepen. Bij de onderbouw, derde kleuterklas, eerste leerjaar tot en met het derde leerjaar. Daarbij was het zo dat de kinderen gekozen hebben ondertussen om zich verder te verdiepen in het composteren en het sorteren. Bij de bovenbouw zou het normaal gekozen zijn in de paaspauze, maar helaas, dat komt aan bod binnen enkele weken, gaan ze eigenlijk zich verder gaan verdiepen in een aspect rond consumenteren. Om dan van daaruit niet te blijven bij een duurzaamheidsvraagstuk, maar echt te gaan naar een uitdaging die zij formuleren op maat van hun eigen klas. En vanaf dan gaan we eigenlijk ook echt gaan kijken van welke uitdaging zien zij voor hun eigen klas, dat echt ook op maat is van die betreffende doelgroep. Waarbij tot nu toe wordt gedacht om misschien per graad een uitdaging te gaan formuleren. We nemen daarin ook, eigenlijk ook een beetje vanuit de filosofie, en we nemen daarbij ook het referentiekader van de kinderen mee, waarin we echt ook zoiets hebben van, die duurzaamheidsvraagstukken, dat is iets heel complex, dat weekt enorm veel emoties en ook waarden op. Normen en ook overtuigingen worden daarbij losgeweekt. Maar we merken ook heel sterk dat eens die kinderen daar ook echt wel meer kennis over hebben, dat zij dan ook echt wel veel makkelijker ertoe komen om een uitdaging te formuleren die heel dicht bij hen ligt, waar dat zij echt jongeling of klas, als mini-maatschappij toch wel een actie kunnen rond ondernemen. Nu, op een bepaald moment ook nu dit schooljaar,
vroegen zij zich af van, ja, oké, op welke manier kunnen wij ervoor zorgen dat de ideeën meer, of de onderwerpen meer uit de kinderen komen. Daar rond werken wij ook nog de komende periode. Wat het team als een interessante insteek vond, was de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, waarbij ze natuurlijk ook wel het inzicht hebben van we gaan kinderen geen acties laten bedenken om duurzaamheidsproblemen op te lossen. De SDGs is en blijft een beleidsdocument, maar waarin zij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen wel als een heel interessant en leerrijke leercontext zien. En waarbij zij merken dat bijvoorbeeld het aspect van de zin bijvoorbeeld heel gemakkelijk ook poorten opent om zaken daarin te gaan meenemen die rond duurzaamheid handelen. De procesbegeleiding die wij doen is, moet ik zeggen, dit schooljaar natuurlijk door corona ook een stukje grillig geweest, maar niet alleen dat. We hebben eigenlijk ook doorheen het pad dat we doorliepen wel gemerkt dat er extra noden kwamen bovendrijven, waarbij de trekkersgroep merkte dat bij het begin van het schooljaar het volledige team echt wel heel enthousiast was en er echt wou voor gaan. Nu nog altijd, maar natuurlijk door de gang van zaken, dat kinderen wel uit de werkplaats met met de thematiek naar de klas komen, maar dat het tussendoor wel iets te weinig blijft leven op de school. Waardoor we daarbij ook gaan nadenken zijn van hoe kunnen we het draagvlak ook echt wel gaan vergroten bij het volledige team en zorgen dat het echt wel blijft leven, maar ook het draagvlak, niet alleen binnen de school zelf, bij de leerkrachten of bij de andere leerlingen, maar ook echt wel de ouders erin te gaan betrekken. Om dan doorheen het proces dit schooljaar vooral ook echt de didactiek, de manier van werken binnen de werkplaats, om daar echt wel tot versterking te komen en dan volgend schooljaar te gaan kijken van hoe kunnen we die manier van werken nu ook echt wel gaan inbedden in de visie. Hoe kunnen we die visie rond leerlingenparticipatie gaan versterken? Hoe kunnen we de elementen die we doorheen het proces echt wel sterk vinden, hoe kunnen zij dat daar in ondernemen, om zo ook echt wel op schoolbeleidsniveau te werken. Nu, dat was een hele boterham. Wat ik aan jullie eventjes wil vragen, zijn er hier rond vragen? Zijn er zaken dat je zegt van kijk, dat is onduidelijk, daar willen we nog een beetje meer duiding rond hebben? Ik denk dat voor hen de grootste transformatie is om echt ook de elementen van burgerparticipatie, om die elementen ook echt wel te gaan meenemen in hun, bij hun leerlingen, bij hun werkplaats leren. Ik zie dat er momenteel, Wendy, nog geen vragen in de chat zijn verschenen. Misschien nog eens vragen aan de deelnemers of als zij een vraag hebben om dit in de chat te typen en dan kan jij jouw antwoord geven. Ik heb alvast een tussenvraagje. Ja. JAPO, voor wat staat dat? JAPO komt van het West-Afrikaans, van het Wolof en wil eigenlijk zeggen we gaan... Oké. Dankjewel. Ik zie dat er ondertussen een vraag is verschenen van... Samenwerken. Wordt de link. Dat is wel een goede vraag. De link met de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen, die is wel volledig gelegd. Zij hebben dat ook eigenlijk nog voor ik in de picture was, zal ik maar zeggen, zijn zij daar al mee bezig geweest. De elementen rond burgerparticipatie is eigenlijk vooral ook het
het aspect van loting. Maar ik moet eerlijk zijn, dat is iets wat zij vooral in aanloop van het volgende schooljaar willen gaan doen. Nu is het zo dat zij die onderwerpen hebben gelanceerd en de kinderen hebben mogen aangeven van kijk, ik ben geïnteresseerd, bijvoorbeeld afvalconsumenten, ik ben daarin geïnteresseerd, ik wil daarin gaan onderzoeken. Dus dat zijn dan de kinderen die nu in die groep zitten. Maar volgend jaar willen ze er eigenlijk toe komen dat dus de onderwerpen bepaald worden door de kinderen, maar dat de afgevaardigden van de klas bepaald worden door loting, in plaats van dat de kinderen op voorhand gewoon aangeven, ik ben geïnteresseerd of ik ben niet geïnteresseerd en ik ga eigenlijk sowieso al van bij het begin op de achtergrond blijven. Dus dat is echt een aspect dat ze daar zeker willen uit meenemen. Die partner van die leerkracht die is een inleidende sessie komen geven aan de kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar in het begin van het schooljaar rond participatie op zich, rond verkiezingen, rond democratie. Dus die zijn hebben zij een volledige workshop eigenlijk gekregen. En zij zijn toen ook gaan nadenken van bij een verkiezing, als mensen afgevaardigd zijn en als parlementslid, als volksvertegenwoordiger, hoe kan ik dan, die misschien niet verkozen ben, hoe kan ik toch wel eigenlijk nog altijd gaan participeren? En eigenlijk het inzicht rond het verkozen worden en volksvertegenwoordiger zijn, enerzijds en anderzijds actief zijn binnen een burgerpanel van de gemeente. Ze zijn eigenlijk die twee zaken echt gaan onderzoeken met de kinderen. Maar dat was dan wel vooral met vierde, vijfde, zesde leerjaar. En met dus vooral ook die loting dat ze volgend schooljaar daarin willen meenemen, waarbij de reden daarvoor ook wel een stukje is, ze hebben daar ook onderzoeken en dergelijke rond gelezen, dat mensen die bijvoorbeeld ook bij burgerparticipatie die bepaald worden door loting, maar die misschien er minder kennis over hebben of die minder interesse of bijvoorbeeld laag gescholden door er echt bij betrokken te worden, dat ze echt wel de goesting hebben om deel te nemen op die manier deel te nemen aan de samenleving. En eigenlijk dat aspect willen zij ook wel een stuk meenemen in dat werkplaatsleren. Nu, het gegeven rond die burgerparticipatie, dat is niet iets waar ik als begeleider van JAPO, dat is niet iets dat zij eigenlijk met mij doorlopen hebben, zou ik maar zeggen. Dat is iets dat zij eigenlijk vorig schooljaar en begin dit schooljaar hebben vastgepakt. Eigenlijk vooral het tweede deel van vorig schooljaar. Om echt wel daar de krachtige elementen van mee te nemen. En vooral ook de wisselingen, dat vonden zij ook nu dit schooljaar een eerste heel belangrijk. En dat echt wisselt per onderwerp. Is dat een antwoord op uw vraag, Stefanie? Ik kan, stel nu dat je daar vragen nog zou rond hebben, dan kan ik u sowieso ook wel de contactgegevens bezorgen van de leerkracht en ook de persoon die de kinderen daarin meegenomen heeft. Bijvoorbeeld ook rond leercompetentie. Annick. Dat is een aanvulling op haar eerste vraag. Ja, inderdaad. Ja. Maar ik zeg het ook, die eindtermen, ontwikkelingsdoelen en dan ook daaruit voortvloeiend de leerplandoelstellingen en zo, dat hebben ze eigenlijk ook echt op voorhand een stuk al volledig vastgepakt om te zeggen van kijk, met onze werkplaatsleren willen we echt wel aan die eindtermen en ontwikkelingsdoelen werken met kinderen.
Ja. Ik weet niet, als er nog vragen zijn, dan zien ze wel verschijnen in de chat. Ik heb ondertussen nog een vraagje voor jou, omdat je zei dus die SDG's als leercontext. Zou je me daar nog eentje van kunnen concretiseren? Ik had het zo wel half mee met Sint-Niklaas, maar kan je mij er nog eentje, dus een SDG echt als leercontext? Hoe ja, nu, dat is ook een beetje doordat ze met ons in zee gaan, dat ze die SDG's wat beter leren kennen hebben. Ze hebben ook vorig jaar een... Het zesde leerjaar heeft ook een themaatje gehad waar ze de SDG's onder de loep hebben genomen. En waarbij dat ze eigenlijk zeggen van dat is een beleidsdocument. Dat is ook iets wat wij als JAPE ook altijd zeggen. Dat is een beleidsdocument. Dat is in principe niet gemaakt om op kinderen te droppen en te zeggen van we gaan dat hier nu een keer gaan uitpluizen volledig. Maar dat het vooral heel interessant is. Om dat echt als een interessante context te gaan zien om uw thema's echt ook een stukje te gaan verrijken. Dat is een beetje wat Anne, de kleuterleerkracht, ook zei. De eerste deel van het schooljaar zijn ze rond de Sint gaan werken. En ze zei ook van eigenlijk, we hebben dat een beetje te weinig benut om echt ook dat duurzame aspect daarin mee te nemen. Waarbij dat bijvoorbeeld SDG 12 rond verantwoorde consumptie en productie daar wat konden meegenomen worden. Maar bijvoorbeeld ook de Sint en kansarmoede daar ook misschien zelfs een stukje in mee te nemen. En ze zeiden van eigenlijk in hoe we het de eerste deel van het schooljaar gedaan hebben, zij hebben wel tot een heel iets heel tof gekomen met de kinderen. En de kinderen waren laaiend enthousiast, zijn volledig eigenaar geweest van wat dan ze ontworpen hebben voor de dag dat Sinterklaas kwam. Maar ze zeiden, we hebben eigenlijk te weinig een beetje verdieping. We hebben dat eigenlijk een beetje te veel over het hoofd te zien. We zijn directer en sneller naar die acties overgegaan. En dat was dus een beetje de reden ook dat ze bij ons terechtgekomen zijn, omdat ze zoiets hadden van afval. We kunnen met kinderen gaan nadenken over ideeën rond afval en consuminderen. Maar dan komen ze heel snel tot afval sorteren en bijvoorbeeld posters maken en op de vuilnisbakken gaan kleven. En ze hadden zoiets van we hebben het gevoel dat de kinderen te weinig echt een totaal beeld hebben rond wat houdt dat nu eigenlijk in, dat consuminderen, dat consumeren. En ze waren daar enorm, enorm zoekende naar. En nu merkte wel dat projectontwerper die wij gebruiken, dat die wel zeer krachtig daar wel in is. Dat is eigenlijk, ze hebben een prikkel gehad, de kinderen. Ze zijn dan echt hun kennis gaan verbreden door heel veel verschillende deelaspecten van consumeren en verantwoorde consumptie en productie, om dat eigenlijk die deelaspectjes te gaan bekijken. En de bedoeling is om dan de volgende keer ook daar nog een beetje op verder te gaan, om dan de kinderen te laten stemmen van die 5 R'en van reuse en zo verder, refuse en zo, om eigenlijk daar te gaan kijken van waar willen wij graag een uitdaging bij bedenken die op maat is van onze eigen klas. En het is enerzijds het inhoudelijke onderzoeken dat zij wat dan ze in die werkplaats doen, dat gaan ze ook een stukje gaan doen in hun eigen klas. Maar eens de uitdaging gefilterd is, zal ik maar zeggen, maar dat hebben we nu nog niet kunnen doen, dan gaan zij ook echt wel ideeën bedenken in de werkplaats met ons, met mij er ook bij, maar zeker ook het zijn de leerkrachten die het trekken. En om daarmee dan naar de klas te gaan en de kinderen in de klas daar ook verder over te laten nadenken. En dat is zoiets wat dan zij nu zien als grootste verschil. Dat vroeger vooral was, had die leerlingenraad en dat ging dat ging wel naar de klas, maar dat leefde gewoon te weinig. Omdat het was vooral de kinderen die dan heel dat jaar in die leerlingenraad zaten en de kinderen in de klas werden geïnformeerd en dachten wel een beetje mee, maar dat zat niet in de diepte. En, Oké, okay, ja. We zijn, ja,
we zijn bij die inhoudelijke verdieping. Allee, we hebben werkvormen systeemdenken daarbij zijn we gaan gebruiken. Maar we zijn ook gaan filosoferen bij een van die sessies. Maar het doel van ons als begeleider van Tjapo, als procesbegeleider, is natuurlijk wel echt vooral de leerkracht te gaan versterken en hen echt kritisch ook te laten nadenken van oké, op welke manier pakken wij dat nu tot nu toe aan? Hoe kunnen wij dat gaan verbeteren? Maar ook vooral dat, vooral ook de sterke elementen die er al zijn, ook echt wel te gaan behouden. Want ze hebben een volledige structuur uitgewerkt. Wel wat die is gebaseerd op de beertjes van Meichenbaum, maar ze hebben dat wel, ze hebben daar zo heel veel aspecten van coachend leren in meegenomen. En ze hebben dat nu als kapstok gebruikt en ze willen eigenlijk de manier van werken die we nu gebruiken bij het werken rond duurzame thema's. Ja. Ze willen daarbij kijken van oké, kunnen we die sterke aspecten van wat we hadden, die verenigen met hoe dat we het nu doen. En om dan volgend jaar dan is de bedoeling om meer te gaan begeleiden op schoolbeleidsniveau. Jawel, ik denk dat dat ook iets is uiteindelijk waarbij je de link legt naar die leercompetenties. Het feit dus die dingen zijn er. Oké, ik denk dat we dan... ik zie ook geen vragen niet meer verschijnen in de chat. En we zijn juist op tijd, 16:25 hadden we mij gezegd, om af te ronden. Dus Wendy, van harte bedankt. En iedereen zal deze sessie nog opnieuw kunnen bekijken. En de mensen die er niet hebben kunnen aan deelnemen, die zullen die achteraf ook via de link wel kunnen zien. Want deze zijn allemaal opgenomen. Ja. Wendy, hartelijk dank. En nog een bedankt iedereen. Ja. Dag.